Elke Wouters van N-VA, welkom. We gaan het hebben over grondwater. Hè. Het staat te laag op 1/3 van de locaties. Laten we beginnen met een poepsimpele vraag. Wat is grondwater precies? Ja, grondwater is zo simpel als het woord klinkt, denk ik. Het water dat in de grond moet doorsijpelen. Dus de grond is zeer droog, doordat het te weinig regent hier in Vlaanderen. Ik denk dat de Vlaming dat misschien niet zo graag hoort. Maar als we kijken naar afgelopen week, het is te warm voor de tijd van het jaar. Ik denk ook vorige zomer was het veel te droog. Ja, en die droogte hebben we nog niet eens ingelopen. Nee. Dus inderdaad, we stellen vast. Ik heb er een actuele vraag over gesteld, ook over de lage grondwaterstanden in februari aan minister Van den Heuvel. Hij gaf toen ook aan dat we het op sommige regio's aan het inhalen zijn. Maar ik denk een aantal, ik denk drie regio's, Limburg, Hageland, Vlaams-Brabant, dat het daar nog niet in orde is. En ik kan alleen maar vaststellen dat 2 maanden later dat het daar nog steeds niet correct is, of dat de grondwaterstanden, de pijlen voor de grondwaterstanden niet naar behoren zijn. Op dat en vlak. Waarom is dat zo nefast? Voor wie is dat eigenlijk nefast? Spreken we dan over fauna en flora of over drinkwater? Ja, ik denk dat het voor iedereen wel nefast is. Droogte is geen goed idee. Allee, dat is heel het verhaal van de klimaatveranderingen. En daar denk ik dat... Ik denk dat wij vanuit de N-VA ook geen klimaatnegationisten zijn. Wij erkennen wel degelijk dat er een probleem is met het klimaat en dat de problemen steeds prangender worden. Onder andere die droogte. Het is niet goed voor de landbouwers, het is niet goed voor de gewone mensen. Je stelt vast, je hebt wel een aantal voor de fauna en de flora, is het ook niet goed. Dus er zijn wel voor een aantal mensen, is de droogte zeker geen goed idee. Er gelden al beperkende maatregelen, zoals wat bijvoorbeeld, om die droogte niet nog erger te maken? Goh ja, beperkende maatregelen. Ik denk dat de minister of het beleid nu beperkt is inderdaad tot sensibilisering. Hè. Dat er wel gezegd wordt, je mag de tuin niet besproeien met de kraantjes water. Of je was beter je auto niet wanneer het zo droog is. Of je mag het zwembadje van je kindjes niet bijvullen. Maar voor ons moet het gewoon wel verder gaan. Met sensibiliserende maatregelen kom je er niet. Nee. Structurele maatregelen wil N-VA. Wat zijn dan structurele maatregelen? Ja, ik denk dat we moeten werk maken inderdaad van structurele maatregelen. Denk maar aan hergebruik van water. Het water niet blijven of niet langer blijven oppompen uit de grond. Maar het water dat we opvangen, of het beperkte water op dit moment dat we kunnen opvangen vanuit regenval, gaan hergebruiken. We kunnen dat, wij als burger kunnen dat gaan hergebruiken voor, zoals ik daarnet zei, onze tuin te gaan besproeien, voor het doorspoelen van onze toiletten. Dat zijn simpele maatregelen. Oké, het klopt, daar is wel een kost aan, maar in nieuwbouwwoningen ben je al verplicht om een regenwaterput te plaatsen. Bij bestaande woningen is dat nog niet verplicht. En moeten we dan de mensen meer stimuleren om een regenput aan te leggen? Ik denk dat de mensen daar wel van bewuster mogen gemaakt worden dat het regenwater opvangen in een regenwaterput en dan te gaan hergebruiken zeker zijn functies heeft. En ook op grotere schaal wil ik toch ook even aanhalen. We zijn hier in Vlaanderen, hebben we state-of-the-art installaties om vervuild afvalwater te gaan zuiveren, waardoor dat je dat ook op grotere schaal kan gaan gebruiken voor het zuiveren of het spoelen van tankwagens, koelwagens, voor het besproeien van velden door landbouwers. Nu, landbouwers gebruiken op regelmatige basis wel al gezuiverd afvalwater, daar niet van, maar het moet altijd kunnen. En de minister heeft het ook aangehaald, hè, daarnet in de commissie. De mensen moeten bewust worden gemaakt van het tekort aan water. Niet alleen in de zomer, niet alleen wanneer je de gevolgen ziet of voelt, maar eigenlijk het hele jaar door. En er zijn een aantal maatregelen. Denk maar bijvoorbeeld, ik heb zelf al een aantal heel praktische tips naar aanleiding van de Internationale Waterdag aangehaald. Poets je tanden met het vullen van een beker in plaats van de kraan te laten lopen. Gebruik strijkwater of droog water vanuit je droogkast opnieuw. Dus er zijn wel een aantal tips of handige trucjes die je kan gaan gebruiken die het gebruik van of het oppompen van grondwater gaan beperken. Ja. Er was ook sprake in de commissie over een infiltratiebonus. Wat houdt dat precies in? Klopt, dus inderdaad. Meneer Dane heeft die vraag gesteld. En ik denk dat hij daar misschien wel verder kan op ingaan. Wat houdt dat in? Ik denk dat hij bedoelt dat er bonus...
dat er een bonus wordt gegeven voor wanneer het water wordt geïnfiltreerd in het grondwater. Vlaanderen is op dit moment zeer gebetoneerd. En ik denk dat we meer moeten gaan inzetten op onthardingsprojecten. Daar is ook een oproep voor lopende. De minister haalde dat ook aan, dat er een aantal miljoenen daarvoor worden vrijgemaakt. Maar dat mag voor ons wel wat meer zijn. Ik denk dat je nu de parkings kan op andere manieren gaan inrichten, waardoor je toch meer infiltratie van water in je bodem gaat krijgen. Ja, want het is eigenlijk niet logisch. Hè? 90% van het regenwater gaat eigenlijk verloren. Dat vloeit weg naar de rioleringen. Mm-hmm, klopt. Nee, het is niet logisch. Dus daar moeten we gaan verder nadenken over andere oplossingen. En de minister haalt het ook aan. En daarop vind ik zijn antwoord natuurlijk wel een beetje dubbel. Ik ben blij dat hij zegt of dat er een droogteplan is. Maar hij zegt daar ook wel zelf dat het droogteplan dat goedgekeurd is voor de paasvakantie door de Vlaamse regering, ja, dat het een hefboom moet zijn. En dat vind ik dan jammer dat dit plan er pas op het einde van een regeerperiode komt en niet aan het begin. Daar haalt hij ook al een pijnpunt aan, want nu komen er verkiezingen in mei. Mm-hmm, en de kans is groot dat er een regering pas is in september. Ja, de zomer zit daar wel tussen, waar we dan wel opnieuw allicht zullen geconfronteerd zijn met heel veel droogte. Ja, klopt. En ik kan daar weinig aan doen. Ik kan alleen maar aanhalen dat onze N-VA-fractie van bij het begin van de regeerperiode aan de kar zit te trekken voor een droogte- en waterplan. Ik denk dat mijn voorganger Bart Nevens dit ook al een paar keer heeft aangehaald in de plenaire vergadering. Van zodra ik ben begonnen, heb ik dit ook toch al een aantal keren aangehaald. Dus ik denk dat wij daar zeker voorstanders van zijn. Ik denk ook dat als je hoort in de commissie dat er wel een aantal, of dat we daar wel met verschillende partijen zeker achter staan. Maar we moeten er concreet werk van maken. Ja. En ik hoop dat men voorbereid is dat er iets kan gebeuren. En dat we meer dan alleen maar de mensen moeten sensibiliseren en bewust maken van gebruik of denk na over je watergebruik. Ja. En meer dan alleen in de zomer, maar zeker ook de rest van het jaar. Maar de overheid heeft natuurlijk ook een rol te spelen, hè? Maar u sprak daarnet over de betonering van Vlaanderen. Mm-hmm. Vlaanderen is volgebouwd. We moeten meer gaan naar ontharding, maar de betonstop is er niet doorgekomen. Ook dat wordt doorgeschoven naar de volgende Vlaamse regering. Ja, dat klopt. Maar ik denk dat we vooral moeten denken aan kleinere initiatieven of aan initiatieven die we zelf kunnen doen. Dus er is een projectoproep voor ontharding projecten. En dan kan je bijvoorbeeld maar een speelplaats op een andere manier gaan inrichten. Of de parkings gaan anders inrichten. En dat gaat toch ook al over heel grote oppervlakten. Ja, maakt dat het grote verschil? Dat gaat toch wel zeker over grote oppervlakten. De minister sprak zelf over 2 hectare. Ik weet al niet meer precies waar, maar dat is toch al een zeer grote oppervlakte. En dat heeft niets te maken met de betonstop die dan wordt uitgesteld naar een volgende regeerperiode. Ja, u zei in de commissie, het is 11:55. Gaat u daar een speerpunt van maken tijdens nu uw verkiezingscampagne? Ja, dat is zeker een speerpunt. Ik wil meer inzetten op hergebruik van water, de mensen daar zeker van bewust maken. En ik hoop dat als ik opnieuw verkozen ben, dat ik daar zeker verder in dit gebouw verder kan werk van maken. Oké, dankjewel Elke Wouters. Graag gedaan. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.